Pielhazen en Pielezinnen van Rooij, vaste novicevierders uit gans de gemeente. Helaas is het programma wat we hier in november won draaien als vaste novicevereniging de Pielhaas niet helemaal mogelijk. Is van alle onbelangrijke zaken in het leven natuurlijk als Rooise vastenavond het allerbelangrijkste. Maar de gezondheid van ons mensen is essentieel. En daarom houden wij ons ook aan de overheidsmaatregelen en moeten wij een aantal dingen op een andere manier doen in november. Maar de Pielhaas zou de Pielhaas niet zien als er niet een grote groep heel actieve en heel creatieve vrijwilligers is die toch wat anders verzinnen, zodat wij vandaag toch ons hazenstekt voor het vaste novenseizoen 2021-2022 kunnen uitreiken. En ontwerpster voor de hazenstekt voor de vaste novens 2022 is Anke Hurkmans. Anke is neffe een fervent vaste novensvierder, ook eigenaresse van Wauw Speciaal voor Jou. Wauw Speciaal voor Jou kenmerkt zich doordat mensen die door zien vooral zichzelf kunnen zien en kunnen blijven. En dat past heel erg goed bij vastenovensvereniging De Pielhaas. De Pielhaas organiseert de vastenovend en houdt de Vangrooise vastenovens traditie in ere. En dat doen wij voor iedereen en heel laagdrempelig. Wat je ook vindt, wie je ook ziet, je kunt altijd meedoen met de Rooise vastenovend. En we gaan zelfs een jaar een prins in 2013, onze prins Joris ten Eerste, met een motto wat hier prima bij past: blief o eigen. En Anke, het duidelijk aangegeven dat de vastenavond die zit bij haar in haar hart. Ze viert het samen met anderen en het dan ook de verbinding met alle anderen. Het is dan ook prachtig dat je met de vastenavond o zelf kunt zien. En ze hoopt dan ook met deze hazenstekt dat mensen eraan denken dat ze de rest van het jaar ook zichzelf kunnen zien en kunnen blijven. Hoe mooi zul je dat zien in Vanrooij. Anke, dan heb ik nou speciaal voor O de prachtige eerste hazenstekt. Ik doe hem netjes overhandigen, ze speelt hem straks zelf op. Anke, alsjeblieft. Dankjewel. Mooi geworden, super mooi, dankjewel. Goed zo, wij vinden hem ook hartstikke mooi. Heel erg bedankt voor de tijd en energie die jij hebt genomen om deze hazenstekt te ontwerpen, die voor eeuwig in de Rooise Vastenovend bekend zal zijn. Een klein stukje geschiedenis in de Rooise Vastenovend is speciaal voor O. En daar hadden geen over gezorgd en vereeuwigd. Maar de Pielhaas laat dat niet altijd zo voorbij gaan. En natuurlijk hebben we voor O ook nog een hele mooie bos bloemen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En om nog eens een keer onder het genot van een lekker flesje hazenbloed in de oven rustig terug te denken, dit er ook nog bij. Super, dankjewel. Anke, heel erg bedankt voor alles wat je hebt gedaan om dit tot stand te brengen. Ik hoop dat we hem dadelijk in Vanrooij heel druk gaan zien bij de mensen op de rivier. En Pielhazen en Pielezinnen van Rooij. Misschien is het nou wat vreemde periode, maar laat vooral oase-oeren niet hangen. En houd de moed erin voor de vastenavond in 2022. Vastenavond samen.